Het succes van de Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, zal afhangen van het volk. Het zegt een van de leiders en tweede penningmeester Curtis Hofwijks. Zaterdag lanceerde hij samen met Joan Nipte, Brian Boerleider en Gerald Silcharan in de ballroom van Hotel Torarica, Surinames nieuwste politieke partij. De groep staat vooral bekend om haar acties tegen de regering Boutersen-Adien. Hoewel de partij oog heeft voor de komende verkiezingen, is het belangrijker dat er aan een lange termijn visie wordt gewerkt, zegt de politieke leider. Wat we hebben gezien in de afgelopen jaren vanaf de onafhankelijkheid, is dat er meer wordt gedacht in termen van 5 jaren. Wanneer partijen eenmaal aan de macht zijn, dan is het bijna het streven van ze de volgende verkiezing. Terwijl ontwikkeling iets is dat duurzaam gerealiseerd moet worden. Het is niet iets van 5 jaren, want als je ziet dat een regering is begonnen met een programma, of het bouwen van bijvoorbeeld hoofdbureau van politie en de volgende regering komt en die vindt het geen goed idee, dan gaan ze niet verder met wat de vorige regering heeft gedaan. En de samenleving heeft er geen baat bij dat er steeds regeringen komen. En een soort cyclus van opbouw en afbraak. De ene begint met iets, het wordt niet voorgezet. We beginnen opnieuw, we komen niet verder dan 5 jaren. En dat is iets dat ik ook heb afgekeurd. We moeten als samenleving, ongeacht onze politieke voorkeur, gaan denken aan waar zijn we als land over 50 jaar. En dan moeten we als politieke partijen invulling geven aan de behoeftes binnen de samenleving. Om die doelstellingen die we als samenleving totaal hebben gesteld, hoe we willen dat de samenleving er over 50 jaar moet uitzien, gewoon invulling geven daaraan. En niet te veel gaan afwijken dat iedereen zijn eigen ding wil doen. Hofwijk zegt verder dat er geen protestacties meer zullen worden gehouden. De focus is om de partij meer vorm te geven, zodat politieke doelen gerealiseerd kunnen worden. De focus is nu daadwerkelijk op vormgeven van de partij, de structuren uitzetten, dus de commissies oprichten. Dus we richten ons liever op het nastreven van de doelen van de PRO. Onze energie die wij hebben gestopt, onder andere vroeger in de protesten, want er zijn niet alleen activisten binnen de partij, ook mensen van andere disciplines, juristen, ondernemers. Dus we proberen de doelen die we hebben gesteld zo goed als mogelijk na te streven. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Ik heb begrepen dat er x aantal juristen zijn. Waarom hebben jullie besloten om mensen met zo'n achtergrond ook in de partij bij te betrekken? Het is allemaal zo gelopen. Je weet niet, je kan niet in de toekomst zien. We zijn onder andere vorig jaar tijdens de protesten zijn Brian en ik samen met de heer Vallies en Ewald opgepakt door de politie. We hebben rechtsbijstand genoten van de heer Pik. In later stadium, kort daarna, zijn we in contact gekomen met de heer Silcharan. We hadden vragen ten aanzien van de rechten van de burgers en protesteren, dus wat verband daarmee hield. En vanaf daar is het contact gelegd. Curtis Hofwijks, tweede penningmeester van de Partij voor Recht en Ontwikkeling PRO, die zaterdag is gelanceerd. Gerald Silcharan is de voorzitter van deze partij.